Breda Nu. Je weet het meteen. Beste mensen, welkom bij een spiksplinternieuwe aflevering van On Stage met vandaag een vernieuwde opbouw. We beginnen vandaag bij onze bargast. En onze bargast is Raf Jansen van de Rock Academie. Hi. Raf, welkom. Ik moet even kijken of ik het goed ga zeggen. Hoogleraar elektronische dansmuziek. Nou ja, hoogleraar, ik denk dat ze die term eigenlijk niet meer gebruiken hoor. Ik ben hoofddocent elektronische muziekproductie aan de Rock Academie in Tilburg. Ik ga het niet herhalen, maar je mag wel gaan vertellen waar het uit bestaat. Want ik heb geen idee hoe zo'n opleiding eruit ziet eigenlijk. Onze opleiding is een 4-jarige hbo-opleiding. Waarin je in het eerste jaar je propedeuse haalt. En dan nog 3 jaar je specialiseert in het vak muziekproductie. Ja, je moet het zien dat je dus uiteindelijk je klaarstoomt om de beroepsmarkt op te gaan. En die worden dus als zelfstandig producent gaan ze het werkveld in. En zie je nou ook echt dat als mensen hun diploma hebben gehaald, dat er ook echt daadwerkelijk goede banen uitkomen? En wat wij heel veel zien is dat een heel aantal van onze studenten de opleiding niet eens meer af kunnen maken. Omdat hun carrière al voortijdig zulke vruchten begint af te werpen. Dat ze besluiten om de opleiding eigenlijk niet meer af te maken. Dat is voor de school enigszins misschien niet zo prettig. Zijn dat ook de beste muzikanten? Nee, het heeft te maken met smaak. Dus ik kan niet zeggen dat het de beste zijn. Maar het zijn wel jongens die al vroegtijdig een goede carrière krijgen. Dus in die zin zijn ze goed bezig, ja. Ja, en verdere projecten waar je als school mee bezighoudt of samenwerking? Nou ja, wij zijn natuurlijk heel erg bezig met altijd de link te leggen met de professionele markt. Want we zijn een hbo-opleiding. Dus wij vinden het juist belangrijk als opleiding dat we een goede schakel zijn tussen enigszins de studenten en de beroepsmarkt. Dus wij zijn zeer actief in het werkveld en daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe leuke nieuwe partners. En zo ook hier in Breda was er een interessant project, dat heet House of DJs. Yeah. En daar waren we eigenlijk in eerste instantie heel erg geïnteresseerd in, omdat het een heel leuk concept leek, wat ook gebaseerd was op de geschiedenis van Breda in de dance. En dat concept wilde dus hier in Breda plaatsvinden. En de Rock Academie was geïnteresseerd om daar wellicht ook een rol in te spelen. Al is die rol nu op losse schroeven. Omdat sinds vorige week het concept waarschijnlijk niet meer in Breda gaat plaatsvinden. Maar dat ze het willen verhuizen naar Amsterdam. En als dat het geval is, is een medewerking vanuit de Rock Academie zeer discutabel. Maar je zal achter je keuze staan, neem ik aan, ook wat je doet. Dus. Ja, dat vind ik ook zeker. Ik bedoel, de Rock Academie is een sterk merk geworden in de afgelopen jaren. En dat merk, dat willen we behouden. We zullen het zien. Ik wil jou in ieder geval alvast bedanken, want wij moeten door naar het eerste nummer van Rens zien. Graag gedaan. Komen ze. Once more, I've saddled my horse and set for the distant roads. The whistling wind and the howling rose. Hunting for rhythm, rhyme, and melody. Thank you.
Hey Stefan, we staan hier bij de Avenue. Hier zal At First een EP-release houden met in het volprogramma Undone. Dit is een EP genaamd Dreams Inc. Het gaat over een bedrijf in de toekomst, in de science fiction wereld, die onze dromen overneemt om eigenlijk een soort van marketing en propaganda dingen te doen. Ja, we hebben sowieso dus onze EP opgenomen. Daar hebben we een week zijn we naar Kerkrade gegaan bij Tommy Bernayo. We hebben ook een week in een huisje gezeten. Het was een hele leuke week, ook heel leerzaam. En we hebben dus een mooi eindresultaat. En verder heel veel voorbereidingen, vooral voor de EP-release. Ja, en nu kunnen we ook eindelijk gewoon goed laten horen wie we zijn. Ja, we verwachten dat ten eerste dat Undan natuurlijk de boel op stelte gaat zetten en klaarmaakt. Zodat wij de rest vanavond eigenlijk helemaal kunnen opblazen. Het schrijfproces is voornamelijk gebeurd in Drenthe. We hebben onszelf een weekje opgesloten in een vakantiehuisje in Drenthe, tussen de hunnenbedden in, tussen de schaapjes. En daar zelf voor het eerst gaan schrijven vanuit tekst, dus vanuit Jamie de lyrics, zijn we een nummer gaan schrijven en dat heeft geleid tot het nummer Horizon. En dat is een nummer dat instrumentaal heel erg de tekst versterkt. Nou Kelly, dat was gezellig. Dat brengt ons bij onze volgende gast van vandaag, onze band. Wat ging het lekker, hè? Ja, het ging goed. Heerlijk, ja. Hey, want het is best bijzonder, een tweekoppige band. Hoe kan ik het best omschrijven? Ja, tweekoppig, inderdaad. Goeie popmuziek. Goeie popmuziek. Ja, dan houdt elkaar scherp natuurlijk. Ja. Te scherp soms. We hebben een goede relatie, dat houdt het bij elkaar, zeg maar. Ik denk wel eens als we geen relatie hadden, was de band al uit elkaar, zeg maar. Ja. Ja, want jullie zijn ook dat gewoon echt man en vrouw, toch? Ja, ook nog eens. We hebben wel eenzelfde muzieksmaak. Ja. Dat komt ook altijd weer goed. Nee, maar hoe zou je jezelf omschrijven als band? Muziekstijlen? Dat is heel moeilijk. Die vraag die krijgen we heel vaak. Het is best wel moeilijk om een label erop te plakken. Ja, het is... Het maakt het ook heel moeilijk om het te branden, zeg maar. Hè? Ja. Heel veel publiek mensen vinden haar een jazzy stem, maar we maken natuurlijk helemaal geen jazz. Dit is een jazz feeling, de stem, men vindt het jazzy. Dus, ja, nou in jouw speelstijl, daar zit ook wel iets jazzy in. We zijn allebei best wel gek van jaren 80 muziek, ja. dus die invloed hoor je ook terug. Elektronica vind ik heel belangrijk. Ik maak gebruik van een Noord drum. Ik vind het mooi als die mix erin zit. Het is gewoon een beetje jaren 80. Dus met dat drumpadje, zeg maar, die elektronische pet. Ja, en daar willen we eigenlijk mee gaan doen, hè? Dat soort dingen. En Shakespeare, daar zit dan eigenlijk weer een soort folk-tintje zit eraan. Dus dan maakt het nog moeilijker. Nou hier vandaan? Ja. Maar het is gewoon, het is maar net waar je inspiratie voor hebt. Want hoe wordt die muziek gemaakt? Hoe komt het naar boven? Ik componeer eigenlijk alles. Ja, maar het is gewoon lastig om nummers echt goed op te nemen. Het kost geld om te beginnen. Het is een duur hobby. Ook een duur hobby, is ook een probleempje. Ja. En maar verder toekomstplannen? Ja, in elk geval weer... Blijven jullie een duo trouwens? Ja, dat sowieso. We blijven wel een duo. Ja. Dat is wel de intentie. Dat is ook nog een hele leuke, een hele belangrijke. Want als je ons zo hoort, veel mensen denken van, hey, waar is de bassist? Zij doet dus de toetsen, de noord, de keyboards, maar ook de basroads. Een heel uniek ding. Ja. Dus zij vervangt in feite de bassist. Ja, dus dat is wel de gein. Dat is het leuke. Je mist niet echt een bassist. Ja, je ziet twee mensen, maar in feite kunnen we klinken als een viermans band, zeg maar. Ja. He, met een losse zangeres, een losse toetsenist, losse bassist en een drummer. Dan heb je de vier. Ja, wij doen het allemaal met z'n tweeën. Ja. 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 Je verdient veel meer natuurlijk met z'n tweeën. Niet veel meer. Ja, veel grotere gage. Ja. Veel meer. Ja. Nee, maar ik denk dat ik jullie gewoon veel geluk ga wensen in de toekomst. En zet hem op. En dan gaan wij ondertussen door naar de Popdokter. Vandaag in de Popdokter gaan we het hebben over echtparen in de muziek. Zo hadden we in Nederland onder andere het Nederlandse duo Jan en Zwaan. En we hadden natuurlijk Gert en Hermien met hun grote hit natuurlijk Alle Duiven op de Dam. Want ze zaten op je schoot, shalalali, shalalala. Een echtpaar dat uit Engeland kwam en in Nederland woonde waren natuurlijk Grant en Forsythe en hadden een aantal hits hier in Nederland. Als we dan kijken naar de buitenlandse artiesten hadden we natuurlijk Mark Anthony, die getrouwd was met Jennifer Lopez en kregen samen nog een tweeling. Helaas, dat huwelijk hield geen stand, maar er is weer hoop, want Jennifer is vrijgezel en ook Mark is van zijn vrouw af, dus wie weet komen ze wel weer samen.
Zo hadden we natuurlijk in de jaren 60 en in de jaren 70 niemand minder als Tina en Ike Turner. Ike Turner en Tina Turner hadden natuurlijk vele grote hits in die jaren, maar tijdens hun huwelijk was er veel aan mishandeling en noem maar op. Ook daar kwam een scheiding uit en niemand dacht meer ooit wat te horen van Tina of Ike Turner. Maar niets is minder waar. In de jaren 80 kwam Tina Turner natuurlijk terug met twee hele grote hits als The Private Dancer en We Don't Need Another Hero. En zo kunnen we nog wel even doorgaan hier met de echtparen in de muziek. Lieve mensen, dat was het weer. Het zit er weer op. Bedankt voor het kijken, maar we gaan er niet uit zonder te zeggen dat jullie je allemaal nog in kunnen schrijven met je muzikale talent. En dat kan door middel van een mailtje sturen naar onderstaand e-mailadres. En dan gaan we nu luisteren naar het allerlaatste nummertje. Nu. Je weet het meteen.